Ik heb nog maar keuze uit 6. Waarvan er 2 bij zitten. Yo guys, tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets doen wat we al eerder hebben gedaan tegen Gameboss, namelijk zeeslag. Maar vandaag doen we niet meer Gameboss. Vandaag heb ik een nieuw iemand op mijn kanaal waar ik nog nooit mee heb opgenomen. Vandaag dus wel voor het eerst met Harm. Jullie kennen Harm waarschijnlijk allemaal wel van zijn Minecraft content en ook Brawl Stars content. Ik heb ook met Harm een video opgenomen, die kan je ook uitchecken in de beschrijving. Dan gaan we gewoon dadelijk lekker beginnen. Laten we voor de 5000 likes zijn op deze video en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dat zou ik super chill vinden. En dan gaan we gewoon gelijk beginnen met zeeslag. Omdat jij de gast bent, Harm, mag jij als eerst tegen de kijkers vertellen welke knokkers jij gaat kiezen die ik moet pakken. En best is als je jezelf nu even mute dan, ja? Oké, ja, mijn strategie is heel simpel. Ik pak gewoon 3 de meest willekeurige knokkers en daar gaat hij nooit achter komen. Dus weet je wat? We pakken Max, pak ik. Pak meneer P en ik pak Carl. Let's go. Totaal geen overeenkomst volgens mij. Dus let's go. Yes. Ja, gekozen? Ja. Oké, dan ga ik nu even mezelf mute en mijn knokkertjes kiezen. Ja, dit is voor mij dus de 2e keer dat ik dit speel. En Harm heeft het nog nooit gedaan. Dus ik ga even goed nadenken welke knokkers ik ga kiezen. Ik weet al bijna niet meer wat ik de vorige keer heb gedaan. Maar ik denk dat ik wel nu weet wat ik wil gaan doen. Ik pak Pam. Ik pak Frank en Max. Dus letterlijk die 3 bij elkaar. Dat wordt hem. Ja, ik heb ze gekozen hoor. Ik ben benieuwd hoor. Je mag gewoon als eerste een poging wagen. A7. Oh ja, hij gooit hem meteen. Nu moet ik wel naar de andere kaart kijken natuurlijk. Ik zal je heel eerlijk vertellen. Ja, die is fout. Ah, oké. Zal ik maar even first try gooien? Ik denk dat jij zo'n guy bent die crow pakt. A2. Jammer man. Shit. Het zou leuk zijn geweest. Ja, zo, dit is lastig, jongen. Nou, B7 dan? B. Nee. Helaas. Dat is zonde. Dat is jammer. Zonde, hè? Jammer, hè? Echt zonde. Ja, misschien ben je ook dan wel iemand die van een vrouwtje houdt. Dus dan kan je ook wel weer veel voor Piper kiezen of zo. Met die blonde haren. B7. Ja, dat is jammer, man. Dat is fout. Het is fout. Is het dan toch... Dat is echt hartstikke fout. Is het dan toch... Moet ik toch naar de mannetjes gaan kijken? Ben jij dan misschien Piper? B4? Nee. Jammer. Ik zit ook gewoon echt willekeurig wat een gok. Het zit totaal geen strategie achter. Misschien moet ik het even gaan verzinnen. C1, Frank. Helaas. Shit. Ik ben nou overal wel een beetje geweest. Maar... Ja, A2? Leon? Fout. Nee. Ik ga niet zo makkelijk doen. Ik ga geen Leon doen, hallo. B4, Bea. Dat is fout. Ik had echt zoveel hoop die eerste seconde dat je begon te praten. En dat ging heel snel weer weg. Zo, het is lastig, joh. Oké, ik heb nu... Oh, ik kras alles zo hard door. Ik kan niet eens meer lezen wat ik heb weggestreept. B2, Tara. Nee, zeker niet. We hebben nog geen 1, Jezus. Laat ik dan... Gaat niet zo goed, dit. Voor B2, Mr. P. Dat is goed! Yes! Nee! Yes, oké. 1-0. Eerste is voor mij binnen. Kan nog van alles gebeuren, maar ik heb hem. Ja. Maar nou kan ik dus gaan nadenken van, patronen. Ja, strategie erachter, precies. C2, Rico. Nee. Ah, kom op. C3, Jackie. Nee. Kom op eens even, oké. Je moet er toch wel eentje raden nu. A6, Max, kom op. Dat is hem, hè? Ja, kak. Ja, wel hè? Ja. Nice. Shit. Nu staat al wel gelijk. 1-1, Jezus. Laat ik dan maar gewoon voor Pam gaan. B5. Dat is... Fout. Goed. Oké, B6? Frank. Ja, Frank. Dat is goed. Ja! Wat is dit? Ik heb je patroon door, denk ik. Nee. Ik denk het wel. Oké, nou, nu moet ik goed gaan raden. B1, Mortis. Fout. Hartstikke fout. Echt. Je zit er zo hard naast. Oh, hou je. C6! Fout! Nee! Ja. Wat? Ik dacht, je kan het niet zo stom zijn. Drie nee, daarom ben ik toen ook niet zo stom. Potver. C6, Penny. Nee. Nee. Ja, dit is lastig hoor. Ik kan ook heel. Ik zie er totaal geen patroon in bij jou. C5, Jackie? Fout. Ik heb er nog steeds maar 1. En ik heb er best veel gehad. A1, Spike?
9. Hè? Wacht. Misschien dat ik hem weet. Misschien dat ik hem weet. A4, spike. Nee. Nee. Ik zeg dan gewoon gelijk. A3, Leon. Nee. Hè? Nee. Waarom zit ik zo fout? Ik snap het niet. Ja, ik weet ook niet meer wat ik moet gokken, hoor. Ik kan gewoon echt alles willekeurig aanvinken, denk ik. B3, Mortis? Fout. Oh, come on, man. A4, Sandy. Oeh, ja, dat is fout. Nee! Oh, jij bent... Oh, jij... Kijk, jij? Jij bent naar. Oh! Sorry, man. Ik speel graag in op je gevoel. Vind ik leuk. Ja, 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 ja. A5. Sprout. Er staat spout bij mij trouwens. Spout. Oh, spout. Is stiefout. Maar het is sprout. Fout. A5 Jean dan. Nee! Waarom heb je zijn... Ik heb A1, 2, 3, 4, 5 gehad. Je gaat me niet zeggen dat het dan 6 is, hè? Het is 6. En dan heb je 7, had je die al gehad? Nee, nog niet. En dan heb je... Ik heb nog steeds maar 1. Ik heb meer dan... Zoveel gehad? Oké, zo, nu moet ik even slim nagedenken. Straks pak je ze allebei achter elkaar en dat kan. Dat kan. Oh, dat kan wacht. Zeker. Jij bent echt zo'n penny dude. C4. Nee. Oh! Nee, tuurlijk niet. Nee. Nee, gadverdamme. Ik wil stiekem op die A-grind blijven gaan, maar dat... Ja, het is zo zielig als ik nog heel veel... Ja, ja, je kan dat doen. Pak ze lekker mee, zou ik zeggen. Dan ben je er maar vanaf. Ja, dit is zo kut, hè. A6, Max. Ja! Oh, ja? Ik hoopte zo dat jij in één keer andere rij zou beginnen. Want 6 was het inderdaad. Oh, ik heb letterlijk... Oké. Nou gaat het erom, jongen. Ja... Nu staan we weer gelijk. Ja, het is dan niet B5. Pam. Kut. Ja. Is het Pam? Ja, ja, wel hè? Maar ik heb nog één gokje. Oh ja, tuurlijk, want ik begon. Ik zit heel hard te twijfelen tussen Tara, Rico of Daryl. Ik denk dat het één van die drie is. Nou, dan ga ik je nu alvast zeggen, die zijn alle drie gewoon fout. Wat zeg dus je dan ik geef je nu nog één. Ik geef je nog één kans. Ja, ze alle drie zijn ze fout. Dan heb ik dan is het Sprout, Carl, Bibi of Barley. Dat klopt, right? Wat, hè? Het is dan Carl, Sprout, Bibi of Barley. Ja. Oké. Volgens, als je dan eerst daar moest spelen op Max, dan zou het Barley kunnen zijn. Maar ja. Barley of Bibi. Barley of Bibi, één van de B's. Barley. Nee. Het is Carl. Echt? Het is Carl. Die had je nooit geraden, volgens mij. Nee, ja, als het een van de laatste waarschijnlijk pas. Kak. Oké, nou ja, dan sta je nu 1-0. Zullen we nog één rondje doen? Zeker. En dan gaat het om de. Dan gaat het ook om 2 om punten. Ik gooi hem terug. Dan is het alles of niets. Is goed, nee, dat vind ik leuk. Oké, omdat Harm net mocht beginnen, ga ik nu eerst even alle drie de knoppers pakken. Ik denk toch dat het niet slim is als je ze bij elkaar zet. Want dan gaat hij er overal omheen spitten. Dus ik pak Spike, Rico en Carl. Dus een driehoek ga ik pakken. Weet niet of het slim is, maar ik doe het gewoon. Ik heb ze gekozen. Oké. Nou, dan ga ik ook gelijk even kiezen. Oké, ik ga nu knokkers op close range pakken. Dus Daryl is er eentje. Ik ga Daryl even pakken. Sandy is er eentje. Sandy is ook lekker close range. Die ga ik ook even lekker pakken. En Bibi ga ik ook pakken. Dus die drie pak ik. Yes, I'm ready. Jij bent ready. Oké. Ja. B1 Mortis. Fout. A2. Fout. Ah, jammer. Ik heb een idee. Ik ga het gewoon doen. B2 Mr. P. Nou, dan moet ik even nadenken hoor. Heb ik die... Nee. Maar nou trapte ik er ook al niet in. Ik keek al zo van, nee. A1 dan. Sandy? Ja, Sandy. Nee. Dat is jammer. B3, Sprout. Nee. Nee, A7, meneer P. Wat denk je zelf? Ja, ik denk het wel. Ja, nee, tuurlijk niet. Wat zonde. Nee. Ik ga geen Mr. P doen. Dan is ik ga het rijtje gewoon afmaken. B4. B4? Nee. Ja. Oh, ik had zo gehoopt dat ik gewoon een goede rij zou pakken. C4, Penny. Gewoon een willekeurige Oh, nee. Blok. Nee. B5, Pam. Nee. Bro, hoe kan ik die ene rij pakken? Ga je nou die hele rij? Je gaat gewoon geen ene. Oké, dat is mooi. Misschien moet ik het ook maar doen. Dat is echt een goede strategie, man. Eén rij helemaal afwerken. En dan gewoon C1, Frank. Kijk naar je eigen bord. Oh, wat ben ik? Oh, tuurlijk, dom. C1, Bibi.
Fout. Sorry. Ja, dan weet je wie er komt, hè. Bibi. B. B6. Nee! Ja! Is goed. Nee. Het werkte! Yes. Oké, nu moet ik echt met de comeback komen. Kom op. Ja, tuurlijk. B4, hoe kan ik zo dom zijn? Piper, tuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Ah, joh, zonde. B7, Piper. Fout. Oké, jammer. Nou, ik heb één hele rij afgewerkt. Je hebt één hele rij eentje voor me gekregen. Nu de tweede rij. Nou, precies. Ja, wat moet ik even doen? A6, Max? Nee. Kom op, moeilijk, man. Hè? Eentje raden. A7, Tara. Nee, B7. B. Nee, fout. Ah, kom op, hé. Hey. Hoe lang duurt dit? A6, Max. Nee. Oké. Okay. Nee. Nee, oké. Okay. Ga je de hele rij af? Nee, ik weet het niet. Nou, kom op eens even. C6, Coral? Ja! Yes! Shit. Eindelijk! Shit. Oké. Ik pak ook C6. Penny voor jou. Nee. C5. Jackie. Fout. Oh. Als ik nou C7 pak, dan heb ik een heel mooi figuur bij jou gemaakt. Ik weet niet of jij dat kan zien, maar C7. Nee. Heel slecht van mij dit. C7. Barley. Nee, zeker niet. A1, Spike. Nee. Hè? Kom op. Ik denk dat ik deze nu goed heb. Pam. Nee. Dat is B5. Nee! Nee. C... Of nee, A2, Crow. Nee! Hè? B6, Frank. Nee. Nee, zo, wat? We hebben er echt al veel weer geraden, hoor. Dude, dit is insane. Ik heb echt weinig keuze over. C1, Frank. Nee. Wacht nou niet zo lang, godverdomme. C... Ja, nee, C, nee, dat kan het niet zijn. B2, Tara. Fout. Nee, come on. Nee. C2, Carl. Nee. Ik heb nou echt, zeg maar... Ik heb nog maar keuze uit 6. Waarvan er 2 bij zitten. Dat is 1/3. 1/3 heb je nu goed. Kom op, hé. Oké, A3, Crow. Fout. Kom. Jij pakt nooit Legends, hè? A4, Sandy. Ja! Fuck yes! Oké. Nee! Dan weet ik denk ik je laatste. Oké. Hoop ik te weten in ieder geval. Kom op, nu moet ik echt goed nadenken. Nee, je hebt Spike dan ook niet. Dat geloof ik niet. Ik denk niet dat je... Oké, Spike. Fuck. Ik dacht het... Ga hem dan ook gewoon niet zeggen, maar hij is goed. Ja, wel hè! Oh! Ja, ik dacht, als het hem echt is, dan ga ik mezelf zo wat haten. Ik heb dat hele rijtje om me afgewerkt. Oké. Nou, ik weet denk ik de laatste ook. Ik denk dat ik het weet. Ja, C4, Rico. Nee, echt fout? Fout. Oké, dit moet goed zijn. Ik denk dat jij Sprout hebt. Nee! A5. Nee? Nee. Ik ken maar keuze uit 4. Ik heb keuze uit ook 4, ja. Oké, dan zeg ik C3 Jackie. Fout. Nee! Mijn hoofd. C3 Daryl. Nee. Nee? Oh my god. Dude, kom op, hé. Hey. Hoe lang duurt dit? Het is Leon, Jean of Daryl. Maar welke? Bij jou is het Jean, Mortis of Rico? A5, Jean. Fout. Niet waar! Kom op. Dit is toch ziek? Jij hebt Jean niet. Ik hoorde gewoon in je stem dat je hem zelf niet had. Dus die ga ik niet zeggen. Dan is het Mortis of Rico. En ik weet dat je nu echt denkt van... Oh nee, ja, dat is hem inderdaad. Eén van die twee. Oh, hij gaat het nu raden. Dus ik zeg... Rico, C2. Kut! Is die goed? Of? Ja, wat? Die is goed. Is die goed? Ja! Ja? Oh! What the fuck? Wat een comeback. Jij mag het niet meer raden, hè? Jij mag het niet meer raden. Welke had je nu gegokt? Daryl. Fout. Nee, grapje. Goed. goed. Ik heb letterlijk goed. De één naar laatste pas weer... Oh. Ik hoopte dat je nog steeds Jean zou zeggen, die comeback, dat deed je man. Deze keer niet. Nee, ik hoor aan je stem van... Nee, die heeft hij zelf ook niet. Het is te veel overtuigingen. Nee. Te veel overtuigingen. Oké, nou ja. Je hebt nou 3-0 gewonnen, right? Ja. Gefeliciteerd. Is me niet vaak overkomen dat ik mijn eigen kanaal verlies. Ja, het hoort erbij. Het hoort erbij. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Check Harm's video ook uit. En dan zie ik jullie morgen om 7 uur bij een gloednieuwe video, jongens. Later.